De voorbereidingen op het carnavalsfeest zijn weer in volle gang. Over een maand, op 16 februari, is het Rozenmontag. Bij het Stiekelswien in Barge Compascuum krijgen ze het er al warm van. Vandaag was daar de keuring, maar er moet nog wel het een en ander gebeuren. Het moeilijkste werk is gebeurd in ieder geval. Dus het is nu beginnen met de kar en de trekker moet nog gebeuren. En er moet nog heel wat geschilderd worden volgens mij. Ja, oké, maar er is nu één man aan het schilderen en straks zijn we met 4, 5 man aan het schilderen. Dus dat gaat helemaal goed komen. Het Stiekelswien bestaat het jaar 50 jaar. En voor het eerst worden alle wagens die meerijden tijdens de carnavalsoptocht op Rozenmontag gekeurd. Ja, ik vind het wel een goed ding dat ze een beetje aandacht geven aan de karren zelf en aan de jongens die mee willen doen. Ik vind het wel een goed ding dat ze even langskomen en kijken. En ze weten wat ze te wachten staan. Nou, hier moet nog heel wat gebeuren, zie ik. Ja, we hebben er een bar in gemaakt. Ja. Er komt nog een bank in. We hebben nog een trap naar boven. Ja. Een rekje is er dan langs. Okay. Naar boven wordt alles dan dichtgemaakt. Een grote politiebus. Een zwart bus. Dan wordt het. Ja, en dan proberen we ze zo goed mogelijk te maken natuurlijk. Want je hebt nog 4 weken, maar hij is volgens mij bijna af. Ja, hij is bijna af. Ja. We zijn al aardig, sinds dat we deze loods hebben, ben we aardig afgeschoten. We kregen ook nog een eigen loods, dus we kunnen elke dag aan de gang. We zijn eigenlijk alleen maar zaterdag nog. Het schiet aardig op, ja. Voorgaande jaren ontstond er ophef door de komst van zogenoemde zuipwagens met heel harde muziek. De carnavalsvereniging hoopt dit jaar vooraf al wantoestanden te voorkomen. We hebben in ieder geval met elkaar afgesproken dat we voorkomen willen dat er ongelukken gebeuren. Nou, ongelukken gebeuren met name bijvoorbeeld door losse aggregaten achter praalwagens. Door onstabiele praalwagens waar mensen op staan, dus railings en dergelijke. En alcohol en veel muziek, lawaai. Want dan kun je niet op elkaar reageren als er wat gebeurt. Over 4 weken zullen we zien hoe zinvol deze keuring is geweest.